kijkt naar een nieuwe video. Ik moet over 12 minuten gaan rijden. Ik ben Charlotte trouwens. Ik heb net gedoucht, mijn haar gewassen, mijn haar gefund. En ik heb een meeting met een agency. Het is niet heel warm buiten, maar ook niet heel koud. Dus ik dacht, dit jurkje is perfect. Ik heb gewoon een BH aan met twee bandjes, maar ik heb er dus eentje verstopt en die ander zit hier. Zit niet per se extreem lekker, maar ik vind die jurk gewoon heel mooi. Ik ga me even snel opmaken. Even zo. Maar, oh, mijn foundation is bijna op. Ik moet een nieuwe. Maar ik werk niet samen met dit merk en dat wil ik heel graag, want ik ben mega enthousiast over deze foundation. Maar goed, vanochtend om 7:15 ging ik eruit. Sven zei tegen me, probeer gewoon voor jezelf een wekker te zetten en wel bepaalde werkdagen te maken. Want anders is het bij mij gewoon het geval dat ik heel laat eruit kom en dan tot heel laat ga editen. En als ik dan een dag met Noah ben, kom ik mezelf onwijs tegen. Dus ik probeer een beetje structuur aan te brengen in mijn leven. Ik ben ook sinds een paar dagen vitaminepillen gaan slikken. Ik had een test gedaan op internet. En daar kwam uit dat ik visolie nodig heb. Magnesium, vitamine D. Nou ja, ik heb ook eventjes nieuwe Eugina Force gehaald voor mijn weerstand. Waarschijnlijk is het totaal niet boeiend wat ik nu vertel. Oh, en ik doe ook altijd maar wat met die make-up, hè. Geloof me. Ik doe maar wat. Ik heb hier bij mijn neus, heb ik ook altijd van die rode aderen heel erg zichtbaar. Heel irritant. Wat was ik aan het vertellen? Oh ja, ik heb vanochtend dus de shoplog afgemaakt. Wat een klus. Halleluja. Ik zei het ook al in mijn vorige video. Wat heb ik me daarop verkeken, zeg. Al die linkjes opzoeken. Echt. Maar ja, goed, weet je, het hoort erbij. En ik vind het heel leuk om te doen. Alleen de vorige shoplog is nog... geen 10.000 keer bekeken. Dat is alsnog natuurlijk hartstikke... Iedere view is hartstikke chill en leuk en waardeer ik. Alleen de vorige shoplogs werden rond de 30.000 keer bekeken. Dus ik ben zo benieuwd wat deze shoplog gaat doen. Ik kan me voorstellen dat jij denkt, joh, wat maakt het uit? Maar ik vind het dus wel heel interessant om dat soort dingen te observeren. Van oké, die video wordt heel goed bekeken. Zoals... De video met Koningsdag is zoveel beter bekeken dan de video met mijn stagiaire. En ik had het totaal andersom verwacht. Dat vind ik dus heel interessant. En dan denk ik, waar ligt het aan? Ik denk aan de titel. Ik heb er nooit bij stilgestaan dat mensen dachten dat ik ging stoppen met vloggen. Omdat ik in die titel had gezegd waarom ik stop. Ja, serieus niet over nagedacht. Want ik bedoelde bij Inupet. Maar goed, dat soort dingen houden me bezig. Vind ik gewoon interessant. En, wat ik ook nog wil zeggen. Ik heb dus nu een afspraak bij een agency. En een agency is er om mij te helpen. Om mij te koppelen aan bedrijven. Ik gebruik bijvoorbeeld al heel lang een bepaalde deo van Wild. En ik gebruik de mesjes van Hey Astrid. Betaal ik allemaal zelf. Maar ik ben zo enthousiast over die producten. En dan denk ik, ja, ik zit te kijken, waar is mijn mascara? Maar die had Noah in de auto de hele tijd. En die is nu niet hier. Dus ik moet heel snel naar boven voor een mascara. Handig. Ik heb ook, omdat ik best wel vaak de angst heb voor mezelf van binnen. Wat als ik niet meer genoeg verdien met YouTube en Insta? Ik heb voor mezelf gewoon dat losgelaten. En gezegd, Char, vlog wat je wil. Deel wat jij leuk vindt. En als daardoor de views naar beneden gaan en er mensen weggaan en je er niet meer van kunt leven, dan ga je op zoek naar een baan waarbij je wel zekerheid hebt. En dat heb ik nu gewoon zo duidelijk voor mezelf gezegd. En dat geeft mij rust. En ook de combi met zo'n agency natuurlijk. Dat ook. Want misschien kunnen zij mij wel een bepaalde zekerheid bieden met af en toe een campagne. Ik wil gewoon alleen geen wandelend reclamebord worden. Dat wil ik gewoon echt niet. Ik moet even mijn mond houden als ik mijn wenkbrauwen doe. Ik ga even dit snel afmaken, mijn mascara doen en dan zie ik je zo meteen bij Myrthe. Dit is... Myrthe! Hallo! Hi! Nou, ik heb me aangesloten bij het agency van Myrthe. Dat zeg ik goed, toch? Dat zeg je zeker. Ja. Goed, daar zijn we heel blij mee. Ja,
ik ga lekker bij Myrthe. Dus, ik voel me helemaal vereerd erover. Ja, maar dat hoeft echt niet hoor. Nee, echt niet. Maar ja, weet je, ik doe dat gewoon niet zomaar. Maar het, als je die vlog hebt gekeken met mijn stagiaire, dan heb je gezien hoeveel mailcontact er soms aan vooraf gaat. Ja, ik heb daar hulp bij nodig. En dat gaan we doen. En dat gaan we doen. Ik ga nu lekker naar huis. Ik ga even wat eten en alles klaarzetten voor de video van de shoplog. Want die komt zo meteen online. Heb jij nog plannen vandaag? Werken. Wat ik nog heel even wil vertellen. Als ik contact heb met een klant. Bijvoorbeeld, ik noem er even eentje waar ik dat niet mee heb. Want dat gaf zij bijvoorbeeld ook als voorbeeld. Nivea. Als ik zou willen samenwerken met Nivea of Nivea met mij. Dan is het soms zo dat daar echt serieus 50 mailtjes aan vooraf gaan. Soms duurt het gewoon een half jaar voordat je alles uiteindelijk helemaal hebt afgesproken en wat dan ook. Daar gaat zoveel tijd in zitten. Moos, je mag hier niet op. Kom hier. En een agency neemt dat contact uit handen. Daarom heb ik al een langere tijd zit ik eraan te denken om bij een agency te gaan. Ik ga dus nu bij het agency van Myrthe. Voor jou verandert er letterlijk niks. Want ik doe af en toe al campagnes. Ik heb met bol.com samengewerkt. Met PostNL, op Insta. Ik werk samen met Ideal of Sweden. Met Come Get Fashion en My Muesli. Dus ik werk al met klanten samen. Dus in dat opzicht verandert er voor jou helemaal niks. Alleen in mijn hoofd gaat het waarschijnlijk een heel stuk rustiger worden. Omdat ik dat mailcontact niet meer erbij ga hebben. Nou ja, dat wilde ik toch nog heel even uitleggen. Ik moet plassen, ik heb trek, dus ik ga even lekker eten. Oh, en net zoals die vlog met mijn stagiaire en dat ik hier nu wat dingen aan je uitleg. Dat is niet zo dat nu ineens al mijn video's daarover zullen gaan. Alleen ik vind het gewoon heel fijn om dat soort informatie met je te delen. Dat je eigenlijk ook een beetje een idee hebt hoe dat nou eigenlijk zit. En ja, dit houdt mij wel bezig op deze dag. Ik ga trouwens nu zometeen het interview van de Linda nalopen. Want ik heb net de preview in mijn mail gehad. En foto's opsturen. Dat moet ik ook nog doen. Dus dat ga ik ook doen. Het is woensdag. En er gaat iets gebeuren in ons huis waar ik serieus heel erg naar uitkijk. Want ons kleed wordt gereinigd. En de schone bank is hier. Ik noem je eventjes bij je bedrijfsnaam. Yes. Kijk, ik heb hier alles aan de kant gehaald. Alles is van het kleed af. Een deel van de bank is aan de kant geschoven. We laten hem wel hier onder de bank. Dat kan geen kwaad. Maar kijk even de plekken. Dit is allemaal eten van Noah. Wat overal, iedere keer koffievlekken. Ja, volgens mij is dit mascara. Maar mascara gaat er ook uit. Dat hoop je. Echt joh? Nou goed, weet je, dit is een heel duur kleed. Want die hebben we bij de karwei laten maken. Op maat. En dat was iets van 300, 400 euro. Maar ja, het is licht, het is kwetsbaar en we krijgen het gewoon zelf niet schoon. Maar wat ga jij nu precies doen? Je gaat het eerst stofzuigen? Ik ga eerst heel goed stofzuigen. Je hebt net al eigenlijk met de Dyson heb je hem al een beetje gedaan. Maar, ja, maar dat je is zal wel zien, anders. Ja, dat er nog echt een hele hoop haar en van alles uit gaat komen. Dus eerst goed stofzuigen. Ja. En daarna gaan we hem eigenlijk wassen met sproeiextractie, vlekken behandelen. En ja, dan ziet hij er weer lekker fris uit. Goedemorgen. Kan je nog niet zeggen, hè? Goedemorgen. Het is donderdag en wij gaan met z'n drieën naar André, die is jarig. We willen eigenlijk ook nog langs het graf van Corine, Sven's moeder. Maar de navigatie gaf aan dat er nu al best wel behoorlijk wat file staat. Dus waarschijnlijk gaan we dat of aan het eind doen of een andere keer. Want het is vanuit Enkhuizen ruim anderhalf uur rijden nu om naar André te komen.
Ik zit achterin bij Noah. En de terugweg ga ik rijden. Mama. Ja, liefie. En ik heb voor hem een broodje met levenworst mee, een mueslireep, mandarijnen, een knijpfruitje. Moet die stoel meer naar voren eigenlijk? Of zit dit op zich oké? Ik heb gisteren al mijn werk afgekregen. Dus dat betekent dat ik vanmiddag, want normaal is het een werkdag voor mij, met de mannen samen vrij kan nemen. Dus dat is wel heel erg leuk. Ja, vogels. Maakte veel herrie vanochtend. Ik werd ook wakker door de vogels. Weet je naar wie we toe gaan? Tante Tamara. Noah, wie is er jarig? Wat ga jij doen? Met jou? Ja, ja. Wat ga jij doen? Ik wilde net vragen hoe het ging. Hoe is het? Goed. En wie is er jarig vandaag? Papa. Ja, hoe oud is hij geworden? 61. Hoe? 61 is hij geworden. Wie? 61. 61? Nul is weg, hè? 61. Nul is weg. En Tamara, laat je nagels eens zien. Wat heb je mooie nagels? Kijken. Wow, wie heeft dat gedaan? De leiding. Echt? Ja, die zie ik je weer nog een keer, zie ik je twee keer. Nou, wij hebben nu een nieuwe datum geprikt, hè? Dinsdag, de 2. Ja, wanneer was het nou 2 of 3 juli? Is het lekker nou? Noah heeft een 3 juni. Een broodje levenworst. 4 juni. Duur nog even. Mama. Ja, doe maar. Oh. Ja. Wie zit er achter de deur? Oh, wie is daar? Wie zit er achter de deur? De beer. Ik heb mijn laatste dag bij InnoPet en ineens wordt er van alles gedaan. Ik geef de camera even aan Dave. Ja, want? Snel, want Sven... Super interessant. Okay. Oh, moet je wel een goede speech erbij houden? Ik ga een goede speech bijhouden. Namens het hele team hebben wij een boeketje bloemen voor jou geregeld. Wat lief. Omdat jij ons social media de afgelopen 7 maanden, 8 maanden zo'n beetje hebt geregeld. Een bloemetje is slechts even een bedankje, maar ik denk dat het dankbaarheid niet is uit te drukken in woorden. We hebben gelukkig iemand gevonden die jou gaat opvolgen. Ja, ook echt toevallig vandaag alles rond. Toevallig vandaag alles rond, maar hier bij een bosje bloemen namens iedereen. En voor de 1000 volgers. En voor de 1000 volgers die we hebben gehad. En voor de 60.000 accounts die we hebben bereikt in een korte periode. Mm-hmm. En voor de reels die gemaakt zijn. Dit is hoe ik eruit zie als ik 3 dagen mijn haar niet heb gewassen, niet in de spiegel heb gekeken enzovoort. Ja, een grote beslissing genomen. Ik ben gestopt bij InnoPet. Ik ben nu bij een agency. En dat is voor mij een hele grote beslissing, omdat dat ruimte geeft om meer te editen aan de content die ik gemaakt heb. De onderwijsreis bijvoorbeeld, de laatste die online was gekomen, die was in september al gefilmd. Er komen hele interessante video's aan. Een mukbang met juf Roos en een andere persoonlijke video waar ik al een half jaar een videodagboek over bijhoud. Hou mijn kanaal in de gaten. Klik anders even het belletje aan, dan merk je het vanzelf als er weer een nieuwe video is. Want er komt een hele persoonlijke video aan. Maar ik heb eventjes de ruimte nodig om dat te gaan filmen. De intro daarvan. En ik moet even kijken deze dagen wanneer ik denk, dit is het moment. Oh ja, wat ik nog wilde vertellen. Gisteren had ik mezelf opgesloten. Ik was bezig met al mijn kleren. Ja, nu hoor je dus mijn laptop loeien. Die had ik net even helemaal uitgezet. Maar goed. Gisteren was ik eventjes bezig met een paar jurkjes passen. Omdat ik naar de Eihallen ga. En toen dacht ik, oké, okay, ik,
ik pas er heel eventjes een paar. En dan doe ik er iedere dag pas ik even een aantal kledingstukken. Ik kan gewoon niet in één dag mijn hele kast uitzoeken en alles passen. En ik wilde dat eerst filmen, wordt hem niet. Maar goed. Dus ik had een aantal kledingstukken in een tas gedaan. En die tas wilde ik naar beneden tillen. Dat had ik gedaan. Stond ik beneden in de hal en toen dacht ik, ik zet het even in de garage. Alles wat naar de eihallen gaat, zet ik even in de garage. Doe ik de voordeur open, leg ik mijn sleutels op de deurmat, omdat ik dacht, dat is zo'n bolletje, als de deur wel dicht waait, houden die sleutels het wel tegen. Deur waaide dicht, sleutels hielden het niet tegen. Dus ik stond buiten. En ik zou heel even naar een vriendin gaan. Nou, dus ik in paniek naar de buren gerend. Was de achterdeur gewoon los. Kon ik gewoon zelf naar binnen lopen. Nou goed, echt dat ik denk, oh. En dan sta ik daar weer helemaal over verhit. Zo dom. Maar goed, stay tuned. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende video. Doei!